de wind in de dennenboom. Eens was het land bedekt met wind en pijnbomen. Matsukaze. Nu zal ik doorbrengen deze nacht van herfstmaan in een dorp van pijnbomenwind. Japan. Meer dan 400 jaar geleden kwamen hier schepen uit Europa. Ze brachten de mannen in de scharlakenmantels uit Portugal met de geborduurde muiltjes, de hoogmis, de oorlog. Daarna kwamen de zwartlakense pakken uit Holland, om de handel, niet het geloof. De Bijbels gingen in een tonnetje. De Hollanders mochten blijven, ook nadat voor de andere Europeanen, de Portugezen, de Spanjaarden, de deur werd vergrendeld. Alleen Nederlanders bleven komen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie had een factorij. Eerst op het eiland Hirato, daarna in Nagasaki. Zij maakten ieder jaar een reis van 3000 kilometer, de hofreis. Dwars door Japan, naar de shogun in Edo. Langs bergen en stranden. En zagen een land dat niemand anders kende. Dat niemand ooit gezien had. Of zelfs maar vermoedde. Ieder jaar opnieuw, eeuwenlang. Na deze reis hebben wij gezocht, dwars door de tijd, vanuit Nagasaki, vanuit Hirato. De vliegers van Nagasaki waren geïnspireerd op de seinvlaggen van de Hollandse schepen. Elke vlag was een letter of een cijfer. Geheime boodschappen in de lucht. Ook lang geleden al geheime berichten uit Holland. 13.000 mijl. Maruyama. Waar vrouwen brieven krijgen die zij niet kunnen lezen. Hier, bij Kaap Nombo, werd een kanonschot gelost. Dan kwam er een rots die al in de 17e eeuw bij de zeevaarders bekend was als de Stompe Toren van Zierikzee. In het prille licht van de ochtend, zo schreef Pierre Loti in 1885, ontwaarden wij Japan. Precies op het verwachte moment verscheen het. Een soort zwaarte in de lucht, als een sluier rustend op het water.
En hier komt de Papenberg. Misschien door de Hollanders zo genoemd, omdat het eiland aan de begroeide schedel van een monnik deed denken. De Hollandse schepen gingen hier voor anker. Er kwamen de Japanse autoriteiten aan boord om alles te doorzoeken voor het schip verder mocht. これがオランダ船に上げの様子っていうことね。荷物を陸の方に上げてるところですね。船の名前ですね。船の名前は読むことできません。ちょっと読みにくいですね。読むことできますか？ヒルフォッシュム。スタッツ、シルダーキュンスト。 Werd er ooit iets beters geëxporteerd uit Holland? Is er een mooiere naam voor een schip? Oh, en hier begint Dejima. Dus. Dejima. Ja, waterpoort. Waar al meteen goederen gewogen worden. Hij is bezig een pijp aan te steken. Een Indonesische bediende geeft hem vuur. こっちがあのヘトルベア. ヘトルベア. これがあの友情がここから入ってる. Twee dames komen hier binnen. Er staan hier weer twee Indonesiërs. Een onderwerp waar tot nog toe erg weinig aandacht aan besteed is, is de rol van Indonesiërs op Dejima. En waarvan er ongetwijfeld ook gestorven zijn en dus op het kerkhof zouden moeten liggen. Ik tel er hier zo alleen al vier en we zagen er daar al een stuk of wat. Dus het is ook alsof die bij de bevolking niet meegeteld werden. Ja, want er zaten dan vijf of zes Nederlanders in de tijd dat er geen schepen waren. Maar er moeten heel wat Indonesiërs geweest zijn. Als bediende? Huh? Als bediende, ja. Daar is het. Het waaiervormige eiland Dejima. 200 jaar lang de gevangenis van de Hollanders. Met 's winters, als er geen schepen waren, niets anders te doen dan natellen of de kast klopte. Nu ligt Dejima niet meer aan zee, maar midden in de stad. Er is een overstroming geweest, er zijn aardbevingen geweest, het is drie keer helemaal afgebrand, allemaal in de 18e eeuw. En daar zou je in die lagen sporen van moeten vinden. Die gele plastic bak die vol lag met dingen die ze uit de aarde gezeefd hadden. Dat leken pijpenstelen te zijn en naar de dikte te oordelen, voornamelijk uit de 19e eeuw. Zo wordt het Hollandse verleden de maat genomen. Hier heeft Hendrik Doef gestaan en voor hem Isaac Ditsing en achter hem Philip Frans van Siebel. Toen het oorlog was in Europa, Napoleon, verschenen de Hollandse schepen niet meer. 8 jaar lang heeft Doef op de uitkijk gestaan. De
De Japanners zetten het VOC-embleem bij voorkeur op zijn kop. Dan is het meer zoals een Chinees karakter. Waar stond de tekenaar van deze prent? Hij stond op deze berg, die zoveel Hollanders heeft opgeslokt. Hoeveel? Ik schat een paar honderd, à raison van één per jaar in ruim twee eeuwen. In 1900 waren er nog 30 ervan terug te vinden. Toen kwam er een muurtje omheen. Ja, dit was de vrouw van Gerlach die aankwam met het schip Katsandria. En dat schip Katsandria lag voor anker in de baai van Nagasaki en toen stak er een tyfoon op. En dat schip verbrak zijn anker en riskeerde te pletter te lopen op de kust. En toen hebben ze weer ankers uitgegooid en geprobeerd de mensen van boord te krijgen. En de eerste die van boord zou gaan, dat was de vrouw van de kapitein, hè, Anna Fischer, getrouwd met die meneer Gerlach. Toen hebben ze zo'n lijn gespannen naar de kust en met zo'n soort boeg die er aan hangt aan een katrol. En zo moest zij naar de overkant. En ze werd daarbij geholpen door een matroos. En dat ging helemaal mis. Die storm werd steeds erger en dat schip rukte zich los. Dus ze vielen alle twee in het water. En die matroos is toen verdronken. Maar ze was een paar maanden zwanger, ze leefde nog. Dus weer terug aan boord. Is het ze gelukt om dat schip toch op een veilige plaats te krijgen en kwamen toen als verzopen katten in Dejima aan. En daar is zij een paar dagen later gestorven en hier met enige plechtigheid begraven. Maar wie nu ontbreekt, dat is die matroos. Daar heb ik overal naar gezocht. Zijn hier wel graven van matrozen. Zoals dat van een zekere dadeler, die wordt ook genoemd in het dagboek van Wigger. Maar die is aan een ziekte gestorven. En dat is wat er met die matroos die zich eigenlijk opgeofferd heeft voor de vrouw van de kapitein is gebeurd, dat is niet bekend. Maar het interessante graf nu, dat is hier. Hier zat Janus Rijnboud,
En die is volgens het opschrift wat hier staat, op de zijkant van het graf. Daar staat de naam van een vrouw, Hachisaki heet ze geloof ik. En hier staat Ofujiya, dat is de naam van een groot bordeel, onderdeel van Hiketaya. En wat in vredesnaam kan nu die vrouw bewogen hebben om op haar kosten die grote steen te laten neerleggen? En dus het vermoeden is dat hij in haar armen gestorven is in dat bordeel. En dat bordeel, naar Japans gebruik, zich verantwoordelijk voelde en betaald heeft voor die zeer zware en diep gegraveerde grafsteen. Dat is een heel merkwaardig, ik denk wel het merkwaardigste grafsteen die hier is. Niettemin is het een heel rustig en prachtige begraafplaats. En ik wil hier best begraven worden. Een afscheid op Maruyama overbrugt een afstand van 13.000 mijl. In het theehuis Kagetsu, onderdeel van het grote bordeel Hiketa, was zelfs een Hollandse kamer. Maar in 1867 kwam er brand. De hele Maruyama werd in de as gelegd, ook de Kagetsu met de Hollandse kamer en al. Het enige dat nog dateert van voor de brand zijn deze Hollandse Jan van der Heijden brandspuiten, nog met de karakters Hiketa erop, de oude naam van het bordeel. Een beroemd gedicht van Shibata Hanamori, geschreven hier in de Kagetsu, omstreeks 1880. De nachtegaal, doorweekt van regen, die door het klapwieken van zijn vleugels de geur van de pruimenbloesem verspreidde. Ja, en hij heeft 27 jaar terug in het theehuis Kagetsu in Nagasaki. En ik vraag me af hoe ik het die 27 jaar heb uitgehouden. Want dit is een van de weinige plekken op de wereld waar alles echt mooi is. Alles is mooi. En kennelijk is het ook al honderden jaren mooi. Bij dat gedicht over de kletsnatte nachtegaal werd een melodie gecomponeerd door een geisha, wie een naam niet eens genoemd werd. Het plafond kan dus niet ouder zijn dan 1868. Maar hier vlakbij moet het toch geweest zijn. Doef met zijn gelieve Sonoo, Iroha en Kotaki. Kok Blomhof met zijn vriendinnen Hanna, Tsuru en Mino. En niet te vergeten Siebold. Want het was hier in 1825 dat zijn oog voor het eerst viel op de toen 18-jarige Otaki. Bordeelnaam Sonogi.
Ikoka, Ikumeka. Zal ik gaan of niet gaan? Dat zeiden de mensen op de Fiambashi, de brug van de twijfel. De liefdesdrama's van Maruyama tegemoet. De jeugdige von Siebold, zo zal hij er ongeveer uitgezien hebben in 1826. Mooie man. Dit is een theekopje achtergelaten door von Siebold in 1826 in Shimonoseki bij de burgemeester Sakko, bijgenaamd Van Dalen. En er staat op: vivez heureux et content, leeft gelukkig en tevreden. Het is een wonder dat er op te spelen is, want de vorige keer dat ik hem gezien heb, kon dat absoluut niet. En dan zou het vermoedelijk destructieve gevolgen hebben gehad. Er waren toen ook, meen ik, al snaren gesprongen. In Hagi, aan de oostkust, woonde de rijke handelaar Kumaya, die zich voor Nederland interesseerde en die Siebold in Nagasaki had leren kennen. Het melodietje dat ik meen, dat, want wat ik nu speelde, dat is een heel wonderbaarlijk iets. Dat is een door Siebold verzamelde Japanse melodie. Bij zijn vertrek uit Japan in 1828 schonk Siebold zijn piano aan Kumaya. Siebold genoot veel bewegingsvrijheid. Hij had een huis en een botanische tuin in Narutaki. Wanneer hij ruzie had, en dat had hij vaak, dan kon hij zich daar terugtrekken en zien hoe de mukuroji, of zeepbes, erbij stond. De tuin bestaat nog steeds. Nee, dit is een volksmelodie opgezet door Haydn. Ik heb helaas de muziek daarvan niet bij mij. Maar het is dus vermoedelijk waar dat dit liedje alles uit de ingewanden van deze oude kast geklonken heeft. Met de oude Siebold waar ik nu zit. Thank you.
Er zou veel te zeggen zijn voor een Titsingcollege of een Toef-academie. Helaas, die zijn er niet. Hier begon het in 1609. Het leven moet hier voor de Hollanders namelijk paradijsachtig zijn geweest. Zelfs in 1972 was dat nog een beetje zo. Want Hierato was toen nog een eiland. Nu is er helaas een brug. Hierato wordt overstroomd door de horde. En het verleden is op de vlucht. Die trap naar zee, die is nog door de Hollanders gemaakt. De kade zouden ze ook nog wel herkennen, vooral die hoek met de gereconstrueerde lantaarn. Ook de waterput is Hollands, maar ze hebben er nu boomstammen opgelegd. Wat zou hier gebeurd zijn? Vroeger kon je er nog zo inspringen.